Todd Cantwell, George Miles, commentatoren, Kai Herings, Jiri Funke. Welkom bij deze sensationele pot. Todd Cantwell met Manchester, George Miles met Arsenal. We gaan het zien. Ik heb er zin in, Kai. Ik ook. Aftrap. Duurt even. Duurt even. Ja, zijn we begonnen. Arsenal dat dit seizoen een aardige opmars heeft beleefd onder Arsène Wenger. Scheidend dan 33 jaar. Zeker. En vandaag in de clash tegen Manchester United. En vooral balbezit spelend. Oh, toch nog wel wat trucjes gelijk. Mm-hmm. Zo. Lekker zet met de kaats. Een goede opening naar de linkerkant. Arsenal dat het van het positiespel moet hebben. Zeker weten. Is het zoeken naar het gat in de verdediging. Het is een eerste schot. Oh! Oh, wat een glansparade. David De Gea. Pakt die goed, hè? Okay. En nog een keer. Zeker. Kai, waar moet je op letten als verdediger zijnde als jij tegen Arsenal speelt? Vanuit Manchester. Ja, helaas is dat nog niet zo vaak gebeurd voor mij. Maar in FIFA is het toch lastig om er door te komen. Ze houden het goed compact. En vooral gevaarlijk in de counter, zoals je nu ziet. Ja. Loopt op dit moment even op niets uit. Nee. En dan zien we Xhaka met Bellerin. De wisselpaas zal eraan komen. Daar is hij. Daar mistimer van Valencia. Sanchez met de dreiging. Dit kan wat worden, een goede actie. Een Zidaantje. Ja, en daar is hij bij. Wat een goal. Schitterend. Wat een mooie goal. Go! Hi Herings, dit lijkt veel als jij op de training. Maar dit zeg je ook wel aankomen, denk ik. Je zag het aankomen. Ja. Ja. Balbezit was veel meer voor Arsenal. Ze zijn veel meer in de aanval. Mm-hmm. Maar ja, nu moet Manchester wat laten zien. Ja. Je ziet ook dat ze komen. Manchester toch onder Mourinho een vrij negatieve spelopvatting. Ja. Maar in deze wedstrijd zie je dat niet heel erg terugkomen. Nee. Het lijkt een beetje op Fortuna Sittard als ik het zo zie, Kai. Hoe bedoel je? Ja, qua naam en qua spel. Dreiging naar voren. Ja. Oh, zit hij mis. Goed hersteld, maar dan toch. Houd hem vast. Die achterlijn. Ja, dat is actie daardoor niet helemaal de bedoeling, denk ik. De Gea met de lange trap naar voren. Dan is het Pogba. En Mkhitaryan. Draaien. Ja. Valencia met de ruimte. Steekballetje op Martial. En goed afgedekt. Het is toch te weinig wat Manchester brengt, denk ik. Nee, het loopt niet bij Manchester. Het loopt niet. Arsenal aan de winnende hand. Ja. En dan is het dreigen met Walcott, die Lacazette zoekt. Goed afgekapt. Weer Lacazette. Met de actie. Özil. Oh, goed verdedigd. Scheidsie. Walcott naar binnen. Knap. En een schitterende interceptie van... Heel mooi. Van wie was het? Van Bailly. Ja, nu dan misschien iets op de counter. Ja, dan gaat het gebeuren. En dan is het Rashford over de linkerkant. Nu moet het gebeuren. En Lukaku met de loopactie. Nee. Jammer. En dan is het... Goed verdedigd. Ja, goed verdedigd. Welke kleur dat nu heeft de keeper eigenlijk van Arsenal? Nou Kai, daar overval je me elke keer een beetje, want dat zien we niet zoveel. Ah, nu zien we het. Oh nee, dat is De Gea. Die hebben we al vaker in beeld gezien. Wat een goal! Wat een goal! Lacazette, geef hem een millimeter en hij doet er dit mee. Lacazette. Je ziet toch dat ze het beter van het spel hebben. Ja. De Gea kansloos. Ja. Kansloos, Kai. Ja, Bailly wilde nog aan, maar compleet onhoudbaar. Dan is het Manchester dat moet. Ja. Moet een lange wedstrijd voor Manchester. Ja.
hup, hier, gallery play. Hup, ja, dit doet pijn. Dit gaat pijn doen in de ochtend. Ja, ja. Hier. Oh, toch. Donkergroen. Ja, donkergroen. We hebben het nu gezien. Arsenal heeft een keeper. Ja. En dan komt Arsenal weer. Goeie steekpaas. Met de achterlijn. Ja, dit wordt de 3-0. Kop. Dit wordt de 3-0. Oh, en de toetsen op de lat. Mensen, wat zien we hier? Een gala voorstelling van Arsenal. Ja. En rust. Kai, wat moet je zeggen? Als Manchester United fan. Ja, die hebben niet zo veel te vertellen deze wedstrijd, vind ik. Dit doet pijn. Dit doet pijn. Dit is een topclub onwaardig. Mogen we dat stellen? Zeker weten. Was een korte rust. Korte rust. Kijk wat Manchester kan. Veel slechter dan de eerste helft kan het niet. Zo eerlijk moeten we zijn. Eens kijken, Lukaku. Met de opening op Pogba. Pogba met de lange bal. Moet hij iets van hebben natuurlijk. Goede controle. Dat is Rashford op snelheid. En ja, daar is dan. Oh. Zo was Manchester bijna met de eerste kant. Kan jij als verdediger zijn? Is dit misschien al het moment voor Manchester om met een verdediger in de punten te gaan spelen? Ik denk dat het wel het moment is om toch meer iets druk, om meer druk uit te voeren op Arsenal. Ja. Ja, dit is wel goed verdedigd. Dit is goed verdedigd. Zeggen een compleet paas. Andere Manchester United in de tweede helft. Speelt er iemand anders? Of, Ja, dat is zo. Heb jij het, weet jij wat voor kleur nu de keeper van Arsenal heeft? Oh, dat hadden we net al. Ik ben weer vergeten. Oh, oké. Okay. Ja, ze gaan toch beter spelen. Kijk, zeker. Nou, meer druk. En dan is hij bij de tweede paal bijna. Oh. Ja, Wenger kijk ik bedenkelijk. Ja, dat is een makkelijke van. Makkelijke van boven de keeper. Snelle hervatting. Ja, en dan is het altijd weer Lacazette. Bal vast. Die Sanchez. Sanchez niet echt in de wedstrijd. Nee, op dit nog moment. Niet gezien. Nee. Ja, dat doet hij. Dat doet hij toch even. Ja. Mkhitaryan met een goede sleep. Actie. Tweede paal. Terugkoppen. Heel goed. Maar dat doet hij toch goed. Weer goed verdedigd van Arsenal. Ik vind wel dat het goed staat achterin bij Arsenal. Het staat bij Arsenal heel goed. Ja. Het is mooi om te zien hoe er verdedigd wordt. Dan is het. Gestapt erbij het spel. Ja. De loopactie van Lacazette weer. Ik kan hem net niet vasthouden. Nee. Oké, kijken. Ja. Maar Manchester toch in de eindpaas weer, toch onzorgvuldig. Weer te snel, kwijt. Het is en blijft onzorgvuldig, die eindpaas. Het is niet best hoor. Het is niet best, Kai. Dan heb je een goede combinatie weer door het midden van Arsenal. Goed onderschept. Dat wel. Daar moeten we kijken. Andere kant ligt de ruimte. Ja, heel goed gezien. Goed gespeeld. Dan is het United dat komt. Dat United dat moet ook. 15 minuten nog om iets te doen aan deze achterstand. Ik ben bang dat het niet gaat gebeuren, Siri. Ik ook niet. Ik ben er bang voor. Nou, dan moet nou de loopactie komen en dan is het. De loopactie is niet goed dan. Nee. Is het een overtraining? Nee. Nee. Scheids laat veel doorgaan. Ja. Dan is het weer met. Arsenal voor dit. Er is altijd weer dat Arsenal been ertussen. Dit is een goede aanval. Dit kan wat worden. Ja. Dat is toch iets te makkelijk gedacht. Maar ja, 2-0 voorsprong, dan ga je ook wat meer. Ja. Fabanka. Ja. Weer goed verdedigd hoor. 8 minuten, dit mag niet meer misgaan. Zo. Hallo. Maar we hebben wel gekkere dingen in de voetbalwereld gezien. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren uit bij Jong PSV. Fortuna Sittard dit jaar. 2-0 achter, 3-2 gewonnen. Cambuur thuis. Ja. Ik denk dat dit gespeeld is. Dit is gespeeld. Ja. Ja, een pijnlijke avond voor Manchester United. Ja, heel pijnlijk. Niks kunnen inbrengen, hier ook. Nee. Pogba ook niet in de wedstrijd hoor. Nee, helemaal niet. Helemaal niet gezien. Handelingssnelheid te laag. Ja. Acceleratie is er niet. Ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Kan er dan toch nog 3-0 Sanchez worden? Met de steekbal binnendoor.
Özil gaat makkelijk liggen en de scheidsrechter blijft dat pijn. Nee, nee. Ja. Dit was het. Bedankt. Pijnlijke nederlaag voor Arsenal. Goede overwinning voor Arsenal, laten we het zo zeggen. Pijnlijk voor Manchester. Hopelijk dat ze de volgende wedstrijd iets anders kunnen brengen. Ik hoop het. Dit waren Kai en Jiri. Dank jullie wel voor het kijken. En een hele fijne middag nog.